Een groep ambassadeurs was onlangs bij elkaar in Hart van Betuwe in Tiel om zich te buigen over de toekomst van de stad Tiel en vooral hoe die eruit moet komen te zien. De ambassadeurs willen met als uitgangspunt trots op Tiel met inwoners van Tiel in gesprek over hun wensen en dromen. De ambassadeurs zijn samengesteld met mensen uit verschillende geledingen die de stad een warm hart toedragen en een groot netwerk hebben. Ons doel is om nog veel meer mensen nog trotser op Tiel te laten worden. En hoe doen we dat dan? Door mensen uit te nodigen en te vragen wat voor leuke initiatieven er zouden kunnen zijn om met elkaar toch te zorgen dat dingetjes gerealiseerd worden of dat projecten gerealiseerd kunnen worden. Als ze bijvoorbeeld het idee hebben van nou, ik ga vaak die straat in en die straat is niet mooi en ik zou zo graag dit of dit gerealiseerd willen hebben, maar ik weet eigenlijk niet hoe. Dan kunnen ze bij ons ook aankloppen en dan willen wij hun helpen om dat soort dingen toch te realiseren. Het is niet de bedoeling dat wij dat echt gaan doen, maar we willen met een hele club samen op gaan trekken om toch te zorgen dat Tiel nog mooier wordt.